In dit filmpje wil ik jullie nog eens eventjes vertellen hoe het zit met de bewegingsvergelijkingen die ik hier nog eventjes heb neergezet. De bewegingsvergelijkingen daarin hadden we al gezien, daarin zitten zes onbekende, of tenminste zes letters. En die heb ik hier verticaal even naast elkaar gezet. Nou, omdat we twee vergelijkingen hebben, 1, 2, kunnen we ook twee van deze letters onbekend laten en dan toch nog het geheel oplossen. Meestal, zeg ik er even bij, want er zijn ook situaties waarin dat nou net niet kan. Maar dat komt ook nog wel aan de orde. Die mogelijkheden die kun je het beste zien als ik het schema even aanvul, zoals zo. Dan zie je, stel dat ik de XT onbekend laat en de VT onbekend laat. Dus dan zijn deze is onbekend en deze is onbekend. Maar stel dat ik de rest met die vinkjes zeg maar allemaal wel weet, dat ik daar waardes voor weet. Dus ik weet de beginafstand, de beginsnelheid, ik weet wat de versnelling is en ik weet hoe lang dat versnellen duurt. Dan kan ik ze uiteindelijk uitrekenen. In dit geval is dat lekker makkelijk, want dan staan ze al goed. Dan hoef ik alleen maar die in te vullen, had ik gezien. En dan hoef ik die in te vullen en dan rolt daar gewoon het getal uit voor XT en VT. Maar er zijn er meer. Ik kan ook bijvoorbeeld kiezen om de XT onbekend te laten, maar de VT te geven als getal. En de X0 dan als onbekende te pakken. Of juist de V0, of de A, of de T, enzovoorts. Ik kan in totaal 15 verschillende sommetjes maken op basis van het verdelen van twee onbekenden over deze twee vergelijkingen. Nou, en die hebben allemaal hun eigen maniertje van aanpak. En daar wou ik het met jullie eens even over gaan hebben. Dus laten we bijvoorbeeld eens eventjes er eentje uit kiezen. Bijvoorbeeld deze 5. Ik geef dus een waarde op voor de snelheid die hij aan het eind heeft. Ik geef ook een waarde voor de afstand die hij aan het begin heeft. Ik geef een waarde op voor de beginsnelheid en eentje voor de versnelling. En ik kijk vervolgens of ik erachter kan komen hoe ver bijvoorbeeld een vliegtuig of een auto of een voorwerp gekomen is. En hoe lang dat geduurd heeft. Nou, dat ga ik eens even doen op een andere pagina. Zo, daar schrijf ik hem nog weer even neer. En ik had gezegd, ik neem dus voor de XT geen waarde aan, dat is de onbekende. En voor de tijd neem ik een onbekende. En verder had ik dus gegeven die XT, VT, X0, V0, A en T. Dat ik voor de rest wel een waarde had. En die waarde zal ik even opschrijven. Deze weten we dus nog niet. Deze weten we nog niet. Stel dat die X0 de waarde heeft van 60 meter. Een beginsnelheid van 20 meter per seconde. Een versnelling van bijvoorbeeld 2 meter per seconde kwadraat. En de tijd, oh sorry, die weten we juist wel natuurlijk, dat had ik gezegd. De VT die is gegeven en die is bijvoorbeeld 100 meter per seconde. En deze weten we niet. Zo bedoel ik het. Nou, kunnen we daar dan toch achter komen middels deze twee vergelijkingen, de twee bewegingsvergelijkingen, hoe groot dan de afgelegde weg is op een bepaald moment en welke tijd dat heeft geduurd? Ja, dat kan, want in deze tweede vergelijking zien we dat er maar één onbekende staat en dat is deze t. Dus als we deze vergelijking omschrijven en die t vooraan zetten, dan kunnen we de rest invullen in getallen en dan rolt de waarde van t eruit. En die kunnen we vervolgens invullen in die vergelijking daarboven. En dan rolt de xt eruit. Dus dat is even de methode, maar nou nog even de praktische uitvoering. Ik ga deze even omschrijven tot dat er staat t is vt min v0. En dan moet ik nog delen door A. Ik hoop dat jullie dat allemaal kunnen, dat omschrijven. Nou vul ik de waardes daarvoor in. En dan krijg ik voor VT is 100. De V0 is 20. En dat delen we door de versnelling van 2. En dan is dat dus 40 seconden. 80 delen door 2 is 40 seconden. Die 40 seconden die kan ik invullen in de bovenste. En dan staat daar XT is, en dan
is dat 60 plus een beginsnelheid maal de tijd plus een half maal de versnelling maal de tijd in het kwadraat. En dat kan ik intikken in mijn rekenmachientje. En dan komt daar het getal uit 2460 meter. En daarmee is het probleem opgelost. Want we hadden twee onbekenden. En met deze vergelijking kan ik die zo omschrijven dat ik dat antwoorden 40 seconden en 2460 meter daaruit kan halen. En dat is iets wat we gaan oefenen met ook een aantal andere gevallen. En daar zitten er ook wel een paar tussen die wat lastiger zijn dan deze. Dat je niet zomaar één gegeven kan halen uit de tweede vergelijking en het andere gegeven kan halen uit die bovenste. En daar zal ik zo meteen een opgave of een voorbeeldje van geven.